Evert, een hele nette zesde plaats in een hele zware wedstrijd, geloof ik. Ja, het was gigantisch zwaar. Ik had geen superdag, maar ik heb eigenlijk sinds Praag veel moeite gehad om er weer in te komen. En alles ging zwaar en moeilijk. Dus, maar dit is wel een stap weer in de goede richting, dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Snelle tijd, een heel snel veld. Dus het is een zesde plaats, maar volgens mij mag je ongelooflijk trots zijn. Ja, weet je, ik zat op de... Met zwemmen ging heel slecht eigenlijk. Ik weet niet wat er was. Ik had gewoon geen kracht in mijn armen en dat ging echt shit. En op de fiets had ik in het begin, ja, niet echt moeite, maar het ging ook niet echt super hard. Maar ik heb een stukje op kop gedaan. Congratulations, man. Goed job. Ja, het ging niet echt hard, maar het was ook wel weer taai. Het was nog nat, dus wat voorzichtig aan het begin. En op een gegeven moment dacht ik echt van ja, fuck. Ik lag volgens mij op een vijfde, zesde plaats met in een groepje. En na 70 kilometer dacht ik echt van ja, ik wil niet voor een zesde plaats racen, weet je wel. Ik moet naar voren. Ja. Dus toen heb ik de kop genomen en heb ik echt flink gas gegeven die laatste 20 kilometer. En dan ben ik nog iets weggereden van de jongens achter me. En ik denk ja, ga gewoon kijken wat erin zit, hè, met lopen. Ja. Je begon voortvarend aan het looponderdeel. Ja, nou, ik heb redelijk steady wel gelopen volgens mij. Het was niet... Redelijk vlak. Natuurlijk in het begin iets harder, maar ja, het laatste gedeelte was gewoon echt zwaar. Gelukkig had ik een goede coach. Je zei dat er nog iemand van achter kwam. Dus ik liep de laatste... Dat was Diederik trouwens. Nou hier, mooi teamwork. Maar het was... ik liep nog de laatste 2 kilometer van 3:40 geloof ik. Dat pushte ik er nog eventjes uit op het laatste. En daar ben ik wel blij mee, dus dat ik die zesde plek gehouden heb. Ja. Alles gegeven wat erin zat. Ja, precies. En dit is dan weer een mooie prikkel richting Almere. Goed, we gaan je over een paar weken weer zien. Ja, ik heb nou lekker 4 weken de tijd om richting Almere te trainen. En dan gaan we kijken wat we daar kunnen. Heel mooi, kijk ernaar uit. Yes, ik ook.